Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl waarin ik in deze video wil gaan kijken naar een type bedrijf, een soort aandeel eigenlijk, wat ik wil gaan kopen tijdens de volgende crash of de volgende crisis als die er aankomt op de aandelenbeurs. En in het boek Richer Wiser heb dat heb ik nu twee keer gelezen. Ik vind het een heel interessant boek, uh, juist ja, heel veel bekende. En minder bekende beleggers worden ja, eigenlijk geïnterviewd. Daar kun je heel veel van leren. En vooral hoofdstuk 6 vind ik heel interessant. En dat hoofdstuk gaat over Nick en Zack die samen een fonds hebben opgericht. En in de 13 jaar van 2001 tot 2014 hebben ze een rendement behaald van 921 procent. Dat betekent dat elke euro uiteindelijk 9,21 euro waard is geworden in die tijd. Terwijl het op de beurs diezelfde euro, 2,17 euro waard zou zijn geworden. En daarmee zie je dus het grote verschil op de langere termijn tussen 6,5% rendement of zo'n 18,5% rendement per jaar. En het mooie hieraan is, is dat zij heel terughoudende, heel simpele beleggers zijn, maar wel beleggers die optimaal weten te profiteren van beleggingen en de kracht van beleggen op de lange termijn. Juist in bedrijven, juist in dat type dat soort bedrijven wat ik in deze video wil gaan bespreken. En dat zijn bedrijven met skilled economy shared. In de vorige video heb ik het al gehad over de bear market en of die al voorbij is op dit moment. Nou, ik denk van niet. En dus denk ik ook dat we nog moeten wachten op een moment dat we aandelen van scale economy shared kunnen kopen voor een interessante koers. Maar het is denk ik wel alvast interessant om er nu alvast naar te gaan kijken. En trouwens, die video werd erg goed ontvangen met 100% duimpjes omhoog, dus dat was helemaal top om te zien. Maar het zou leuk zijn als jullie wat meer reacties achterlaten onder mijn video's. Daar kunnen denk ik ikzelf, maar ook heel veel andere kijkers kunnen ervan leren wat andere mensen denken. Maar ik kan daar ook juist informatie uit halen, waardoor ik meer video's kan maken, betere video's kan maken. In de toekomst en natuurlijk helpt het ook het YouTube-algoritme. Maar we gaan in deze video dus kijken naar Scale Economy Shared. Simpel vertaald is dat eigenlijk gewoon gedeeld schaalvoordeel. Je weet gewoon een van de voordelen van bedrijven, concurrentievoordelen die je hebt, is naarmate het bedrijf als het groter wordt ze eigenlijk uh, groter kunnen produceren, groter kunnen inkopen, waardoor de prijs eigenlijk uiteindelijk omlaag gaat. Aan de ene kant, als je groot inkoopt, dan gaat je inkoopprijs omlaag, maar ga je zelf produceren en kun je meer produceren in hetzelfde gebouw met dezelfde machines. Uh, dan kun je gewoon de prijs, de kostprijs van een product omlaag brengen. En als je vervolgens dat voordeel ook nog eens een keer een beetje doorgeeft aan de klant, dan heb je dus, ja, dan spreek je over scales share, oftewel gedeeld schaalvoordeel. En je zou dit bijvoorbeeld kunnen zien bij Tesla aan de ene kant, want naarmate ze uh, meer producten zijn gaan maken, de productiekosten van iedere auto ook omlaag zijn gegaan, zijn ook de kosten, de verkoopprijs van een auto omlaag gegaan, terwijl juist de winstgevendheid van Tesla wel omhoog is gegaan in die in die periode, in diezelfde periode. Dus Tesla geeft eigenlijk een stukje voordeel dat ze hebben door goedkoper te produceren. Ook door aan de klant, die de auto vervolgens goedkoper kan kopen. Waardoor juist de lagere, lagere bedrag er ook weer voor zorgt dat er meer mensen bereid zijn of meer mensen. Kunnen gewoon vervolgens een Tesla kopen. Maar er is wel één groot verschil met de bedrijven waar Nick en Zack naar keken. En dat was juist dat die bedrijven een abonnementsmodel toepassen. Dus jij wordt als klant eigenlijk lid. Jij koopt een maandabonnement, een jaarabonnement, om vervolgens bij dat bedrijf te mogen kopen. Je weet vervolgens dat jij daar altijd de beste prijs gaat vinden, de beste prijs voor dat product. En vervolgens hoeft het bedrijf dus ook niet zozeer per se aan de producten te verdienen, want ze verdienen in diezelfde periode ook gewoon aan jouw lidmaatschap. Dat is eigenlijk het businessmodel van deze bedrijven. De twee bedrijven die telkens terugkomen bij Nick en Zach zijn Costco en Amazon. En aangezien iedereen Amazon al kent, wil ik juist eens dus even gaan kijken naar Costco. Costco is een Amerikaanse supermarkt waar je dus kunt gaan winkelen als je lidmaatschap hebt, als je een lid bent. En in het boek schrijven ze ook dat Costco maximaal 15% marge pakt bovenop hun inkoopprijs. En dat terwijl concurrenten vaak 30% marge pakken. En dat zorgt er dus voor dat jij als klant weet dat je ook altijd de beste prijs, de beste deal eigenlijk kunt gaan krijgen bij Costco. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen naar Costco gaan, een abonnement nemen, daar meer verkocht wordt dan vervolgens... Costco of meer goedkoper in kan kopen of zelf meer kan produceren... waardoor de inkoopprijs omlaag gaat of de kostprijs omlaag gaat. Dat voordeel delen ze vervolgens met jou... waardoor dat ja, eigenlijk alleen maar versterkt wordt op de lange termijn. En in het boek zeggen Nick en Zach ook van dat zij ervan uitgingen... dat een klant 5 dollar bespaarde op iedere dollar die Costco verdiende. En Costco heeft op dit moment twee soorten lidmaatschap en deze kosten of 60 dollar per jaar of 120 dollar per jaar... En kijken we vervolgens naar hun jaarcijfers. Daar zien we een stukje staan over deze memberships, over deze lidmaatschappen. Zoals gezegd, 60 dollar per jaar, daar begint het bij. Je hebt voor particulieren en voor businesses, voor zakelijke klanten. En wat we hier ook lezen is dat in Amerika 91% van de klanten weer opnieuw een abonnement afsluit. Dus ja, meer dan 9 op de 10 mensen blijft ook klant. Blijf lid bij Costco, eigenlijk, zo moet je het zeggen. Uh, gedurende de jaren, in Canada is dat iets lager, net onder de 90. Of dat was zelfs US en Canada boven de 90. Wereldwijd gezien is dat iets onder de 90. Maar ik denk een heel goed percentage. En hieronder zie je ook het aantal klanten dat een lidmaatschap heeft. Je hebt Gold Star en Businesses. Nou, samen komt dat uit op in 2019 bijna 54.000. Daarna bijna 58.000 of bijna 62.000. Dat is ongeveer 8 of 7 of 6 procent groei per jaar. Maar je ziet het in ieder geval telkens toenemen. Dus de kracht wordt ook steeds groter, eigenlijk. Naarmate ze dus meer klanten hebben. Waarschijnlijk dus ook meer gaan verkopen. Dus weer goedkoper kunnen inkopen of zelf kunnen produceren. En als we dan verder kijken in die jaarcijfers, dan zien we ook de income-statement. En wat daar eigenlijk opvalt, laten we het laatste jaar pakken, uh, de 52 weken die eindigden in augustus 2021, dat de omzet uh, zeg maar 192 miljard was. Dat de memberships fees, oftewel het bedrag dat al die leden hebben betaald om lid te worden, zo'n 3,8 miljard was. Dus samen 195 miljard. Maar ga je vervolgens kijken naar de kosten. Uh, dan is dat 170 miljard voor de producten die ze doen. Uh, de administratie, alle andere kosten samen 18,5 miljard. Dus dit samen is ongeveer um, 189 miljard. 189 miljard kosten op de omzet van hun producten van 192 miljard. Oftewel, daar op die producten zelf verdienen ze eigenlijk maar, maar 3 miljard. En als je gaat kijken, de lidmaatschappen. Die leveren meer op, want dat was 3,9 miljard. Dus zo zie je wel, uiteindelijk houden ze, um, even kijken, voor belasting komt dat neer op zo'n 6,7 miljard, uiteindelijk zo'n 5 miljard. Oftewel een heel groot gedeelte komt telkens uit die lidmaatschappen. Dat zien we ook in andere jaren. Zo'n 3,5 miljard van de uiteindelijke winst die er was, van zo'n 5,3 miljard, of 3,5 miljard op de winst van zo'n 4,7. Oftewel, in ieder jaar zie je gewoon dat de meeste winst die ze maken... uit die lidmaatschappen komt en niet zozeer uit de producten die ze verkopen. Dat klinkt misschien negatief. Ze maken niet zoveel marge op die producten, maar dat hoefden ze ook niet. En dat zorgt er dus juist voor dat de klant weet... Costco hoeft niet zoveel winst te maken op hun producten. Dus ik betaal eigenlijk gewoon de beste prijs voor dit product... Maar er zijn natuurlijk ook nog andere bedrijven die hieraan voldoen. En tijdens hun onderzoek hebben ze ook overeenkomende bedrijven gevonden. Daar kun je onder andere denken aan Walmart, aan Dell Computers, aan Southwest Airlines en aan Tesco. Maar er is ook nog een ander bedrijf dat ik ook nog even wil gaan bespreken. Maar wil jij nou beginnen met beleggen? Misschien wel in de aandelen van bedrijven met gedeeld schaalvoordeel. Kijk dan eens naar de Giro of naar Bugs. Beide brokers hebben op dit moment een actie voor nieuwe klanten waarvan jij ook gebruik kunt maken via mijn links onder de video. En dat andere bedrijf waar Nick en Zach dus uiteindelijk naar hebben gekeken en ook volop in hebben geïnvesteerd, dat is Amazon. In 2005, toen sprak Jeff Bezos ook eigenlijk uit van ja, wat de voordelen zijn van dit zorgmodel, van deze bedrijfsvoering, voor zowel het bedrijf zelf als voor de klanten, dat er eigenlijk gewoon een cirkel ontstaat. Waardoor klanten weten dat ze daar de beste prijs hebben. Waardoor ze daar gaan winkelen. Waardoor er groter ingekocht gaat worden. Waardoor prijzen dalen. Waardoor meer klanten komen. En die cirkel blijft maar doorgaan. En dus uiteindelijk hoe langer je op die manier doorgaat. Hoe groter effect. Uh, hoe groter het voordeel ook wordt. Voor zowel het bedrijf als voor de klant. En zeker toen Amazon Prime in 2005 gelanceerd werd. Zagen zij dus eigenlijk juist die overeenkomsten met Costco. Want toen kwam dus ook het abonnementsmodel bij Amazon. Inmiddels kost Amazon Prime 15 dollar per maand of 140 dollar per jaar en daarvoor krijg je heel veel voordelen zoals snelle levering, gratis levering, extra aanbiedingen, maar ook toegang tot films, series, games en nog veel meer. En hoewel het Amazon dus op de korte termijn geld kost, Amazon verdient nog steeds niets met al die pakketjes, met die hele webshop die ze hebben. Dat kost zelfs nog steeds geld. Het geld dat Amazon verdient, de winst, die komt nog steeds volledig uit Amazon Web Services, maar dat is de korte termijn. Op de lange termijn is natuurlijk het idee dat steeds meer mensen, heel veel mensen Amazon weten te vinden. Dat ze daar weten dat ze die voordelen hebben. Dat ze de laagste prijs betalen. En dat ze uiteindelijk daar dus ook altijd ja, opnieuw mensen naartoe krijgen. Dat het voordeel is voor zowel het bedrijf. Als voor de klant. En dan is het idee dat op de lange termijn aan deze strategie Amazon dus wel geld gaat verdienen. En dat is dan ook eigenlijk de samenvatting of de conclusie van deze video. Dat dit soort bedrijven, dit type bedrijven, daar ben ik in geïnvesteerd. Omdat ik daar ook echt de kracht van zie op de lange termijn. Ik denk natuurlijk dat heel veel beleggers daar de kracht in zien. Maar dat vooral heel veel beleggers, zeker ook Wall Street, vooral op de korte termijn aan het kijken is. Dat ze nu dus nog heel. Ja, Hoge prijs zijn dat ze nog niet interessant genoeg geprijsd zijn om te gaan kijken om geld te verdienen op de lange termijn. Op dat moment wacht ik dus nog wel. Maar ik ben in ieder geval bezig om deze bedrijven te onderzoeken um, en eigenlijk gewoon het beste moment af te wachten. Maar ik ben ook zeker benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Naar dit bedrijven dit businessmodel naar deze specifieke aandelen wat jij daarvan denkt en nog veel meer laat dat vooral weten in de reacties onder deze video vond je het weer een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog wil je niets meer missen in de toekomst zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien